Helemaal nergens mee te maken. Waar jij voor, heb ik al tegen je, die rekening voor in stand houdt, is gewoon puur flauwekul. Het is alleen om twee rekeningen te betalen. En voor de rest wil je er niks mee. Ja, maar die heeft er echt helemaal niks mee te maken. Dat snijden we er wel uit, Joost. Jullie hebben nog een uur. Ik zou je koffers maar gaan pakken. Waarvoor? Ja, je zat toch om 5 uur rijden? Naar Oehoe. En nog een uur, precies. En daarna rijden we door naar Andalusië. Waar ligt dat dan? Ligt dat in de Betuwe? Dan vind ik het goed. Dan rijden we zuidelijk naar Frankrijk, rijden we door de Camargue. Dan rijden we richting Spanje, Andalusië. Je bedoelt Jared. En dan pakken we, dat is ook goed. Pak en dan pakken we het bootje naar Turkije. Weet je dat ik daar nou nog over droom? Dat ik constant naar twee achterlichten zit te kijken. Ja? Ja, maar jij droomt overal over. Okay. Met van die driehoekjes zo, hè? Dat ik tegen Linders, heb ik dat wel eens gezegd? Ja, hij voelde dat, ja. Ik zei, en nou gaat hij weer seinen. Ja. En dan binnen 2 seconden, jongen, dan gingen die lampen aan. Dat vond ik zo mooi. Ja. Dat is heel typisch, maar ik zei het, let op. 1, dat zei 1, 2, boep, dan gingen ze. Dat is echt leuk. Ja, en toen op een gegeven moment dat hij een beetje, dat het droom is, wat te vervelen in de auto. Ja, dat zagen wij, omdat jij gewoon steeds zachter ging rijden, en dan weer harder en dan weer zachter. Is je lekker die wijn? En ik zei nog tegen Linda, heb ik nog niet gezoopt of zo, hè? Nee. Hoewel? Ja, ik weet niet wat jij in die jokerfles hebt zitten. Hoeveel flessen had ik nou weer mee teruggenomen? En het ergste was, dat nam Romy me nog kwalijk ook. Want die kwam namelijk over... Er lag een lege yoghurtfles, die lag namelijk in de auto. Yeah. Ik zei, die heb ik onderweg opgedronken. Ja, maar dat mag niet! Eerlijk. Ik had een sherry had ik gehaald, maar dat was dus geen sherry. Dat was geen sherry, was azijn. Ja, dat was ja, dan had je even een plaatje moeten zetten, jongen. En dan in een warme tent in een plastic bekertje. Godverdomme. Ja. Wat zei je? Op met dat ding. Wat zei je? Peter op. Wat zei je nou? Ik zei, godverdomme. Waarom een sherry in een plastic bekertje? Dat is godverdomme. Hoe zou het met Michel zijn? Ja, we hebben nog bericht gehad. Met Michel is het... Poef. Het is humor. Privé. Dat is goed, zegt Peter. Doen we wat te drinken en we betalen ook niet meer. Dat is echt lachen, ja. Ja, want toen wij terug in het donker, weet je dat nog? Met een frietje onder mijn trui. Ja. Van, Julia is zo mooi, want ik was hartstikke bang. Nee. Ik zag helemaal niks meer. Het was niet donker, inderdaad. Het ergste vond ik toch dat ik naar zijn dia's moest gaan kijken. Maar dat was leuk, joh. Graag suiker. Limonadesiroop. Maar 's morgens om 7:30 zat ook iedereen in de kroeg.